One, two, one. Eerst ja, dus deels beroepsorkest mensen, deels net afgestudeerd die al wel veel ervaring hebben, maar ook mensen die heel weinig ervaring hebben in orkest. En dan ga je langzaam door die repetities daar echt samen een groep van smeden. We zijn nu al een heel eind. Het is sowieso ontzettend leuk om nou eens een keer de hele muziek te horen. We hebben natuurlijk al een aantal repetities met alleen het orkest gehad. En nu dan eindelijk het complete verhaal. Er komt nog meer bij natuurlijk, nog acteerwerk en ook dansers. Vooral de bezetting die deze productie heel erg bijzonder maakt. Want als saxofonist zitten wij bijna nooit in een symfonische bezetting. En nu zitten we ook echt met drie saxofoons. En het is gewoon heel mooi om met strijkers samen te mogen werken. En met deze goede muzikant, het is echt ongelooflijk. Een heel mooi repetitietempo. En ja, als saxofonist, je hebt een hele dankbare rol in deze muziek. En dat is eigenlijk wel genieten. Niks is hoger haalbaar en ik denk misschien zelfs bijna in Europa niets hoger haalbaar dan het concertgebouw. Dat heeft toch een magie en daar verheug ik me enorm op en ik zal daar zeker ook wel even in het begin zitten van wow. Met deze club mensen heb ik er het allergrootste vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. I think it's a real experience for them of what the real world is like and the way we pace it as well with the number of rehearsals, you know, having just two of these rehearsals where it's orchestra and singers, the Sitzproben rehearsal as they're called, that's how it would be when we do the stage and orchestra rehearsals where we put the staging back in. We'd running it in a professional way so they really get that experience of what it's like. Superleuk om met jonge mensen te werken die echt net afgestudeerd zijn of amateurs. Omdat ze juist heel gretig zijn en ze willen gewoon er iets moois van maken. En dat enthousiasme is gewoon altijd heel leuk. Wat ik heel bijzonder vind aan dit project is dat er allerlei stromingen bij elkaar komen. Conservatoriumstudenten nog in hun opleiding of net afgestudeerd. Ook amateurs die het gewoon echt voor de lol doen en er ook helemaal voor gaan en er helemaal in opgaan en zich ook kunnen optrekken aan dit geheel. En natuurlijk zitten er ook professionele muzici tussen die dus de coachende taak overnemen en ja, het vormt een echt community eigenlijk. The orchestra is really marvelous. The brass section is sensational. The strings make a beautiful sound together as if they have been working together already for 20 years or something like that. The thing which I think is very special about this project is the deep professionalism of everybody involved, all the people doing the organizing, everybody with the orchestra, everybody with the cast, the level of professionalism and the expectation that everything will be at the very highest level is really thrilling. Maar dit is een impressie van hoe het gaat worden. Ja, en mooi. Dit is het programmaboek. En we zijn hier nog wat mee aan het spelen, maar dit zit dus nog in de ontwerpfase. We gaan een paar kostuums van het ROC, die gaan we voor Deutsche Bank in hun spiegelzaal voor het ontvangst zetten. Zouden we bij de hoofdentree. Hoeveel kostuums extra kunnen we denk je krijgen op een paspoort? Nou, in ieder geval die van Dorothy. Want die is natuurlijk afgehaakt, dus het zijn er twee, want voor Dorothy wordt er één extra gemaakt. Die rekken vol met kostuums ziet er wel heel indrukwekkend uit. Maar we gaan het zo direct doorpassen.
Dus dat is eigenlijk het spannendst. En dan moeten we kijken hoe het eruit ziet, hoe het staat. Ik denk dat het ook vooral de zijkant is die... Het wordt wel qua pasvorm is volgens mij wel goed, hè? Ja, prima. Ja, oké, nou, ik vind het prima, hoor. Dit kan heel goed. Als hij maar korter is. Kijk, mij gaat het vooral om de silhouet. Dat hij... kijk, zo vind ik hem veel leuker. I don't have to make Bernstein's music modern. It is modern. And the score is full of so many different kinds of music that it feels fresh. And it feels fresh not only just to do it now, but it feels fresh every day we do it. And you see on the faces of the musicians and the performers, they don't get bored of it. The music is so alive, and every page you turn over, you look at it with excitement because it's so wonderful. Drie kwartier voor het einde kwam ik bij die repetitie en ik vond het ongelooflijk bijzonder te zien dat voor het eerst dat orkest in die al die spelers samenkwamen. Dat was heel bijzonder. En vooral ook omdat ik, ja, als je toch met elkaar 2 jaar geleden bedenkt van god, wat het liefste, het mooiste resultaat zal gaan worden, dat het dan opeens echt voor je neus staat. Gewoon het hele orkest, die hele cast en ook door enthousiast. Dat vond ik wel heel ontroerend eigenlijk.